Emiel en de rest, welkom allemaal. De eerste editie van Digital Wednesday van dit jaar gaat over D2C en e-commerce. En Tenix is daar de specialist in, heb ik mij laten vertellen. Daarom heb ik wat vragen voor jou. Jij hebt het hele programma samengesteld, bedankt daarvoor. Yes, graag gedaan. Heeft veel mensen hier naartoe getrokken, dus blijkbaar heb je iets goed gedaan. Als je het nou over D2C hebt, hè, een soort van, is dat nou echt het buzzword van het jaar? Mensen zeggen, hey, het is echt geëxplodeerd en dergelijke. Maar in hoeverre is het vanuit jouw oogpunt dan echt zo geëxplodeerd het afgelopen paar jaar? Ik denk dat we inmiddels ook door AI zijn ingehaald als buzzword. Maar ik denk als je kijkt naar D2C en de kanalen, met name een stukje brandshop, marketplaces, social commerce. Als je dan kijkt naar eigenlijk de versnelling die bij COVID die dat heeft gebracht. Ja, dat is natuurlijk gigantisch geweest. Mensen moesten wel online gaan kopen. En dan zie je gewoon dat met name grote marketplaces zoals bol.com, Amazon. Ja, die zijn nog harder gegroeid. Ze zijn op omzetten van vele miljarden zijn ze 30-50% gegroeid. En daarnaast zag je ook natuurlijk de ontwikkeling, ook op marketplaces, dat grote retailers zoals Mediamarkt, Decathlon ook in één keer dachten van, hey, wacht even, we adopteren eigenlijk ook zo'n marketplace model. Dus ja, dat stukje retail is echt aan het, ja, zijn gewoon allemaal platformen aan het worden. En ja, als je kijkt dan naar social commerce, met name natuurlijk TikTok, ja, dat is gigantisch gegroeid. Dus ja, als je kijkt van, ja, waar zit die consument nou? Ja, die zit echt online en die zit echt op die kanalen. En het leuke is dat je toch ook in verschillende onderzoeken ziet van, hey, maar de eigen merkenshop speelt eigenlijk ook altijd nog wel een belangrijke rol in die journey. Dat consumenten kijken op TikTok van, hey, wat zie ik daar? Of op Amazon, hey, welk merk is dit? En dan toch naar de merkensite gaan om daar te checken. Dus dat is toch wel dat, ja, dat ecosysteem wat je vaak ziet en wat, ja, eigenlijk online heel hard is gegroeid. Dus ja, dat is echt tof om te zien. Ja, daar gaan we zo meteen ook meer over horen natuurlijk. Maar ik hoor je net zeggen, hè, de Amazon, de bol.com, alle grote namen eigenlijk. Voor wie zijn marketplaces nou echt het meest interessant? Kan ik als kleine ondernemer, is het voor mij ook relevant met mijn winkeltje? Of ben ik alleen als een kruidvat of dingen echt aan de beurt hier? Ja, ik denk juist het stukje D2C en platformen zorgen voor een podium voor iedereen die een gaaf productidee heeft. En zo zie je eigenlijk dat heel veel ondernemers eigenlijk een leuk idee hebben. Misschien voor een jurkje of iets dat je denkt van, hey, dat is gaaf. Ik was van de week ook nog bij een klant. Dat is ook gewoon begonnen met een idee vanuit babydoekjes verkopen. Ja, en dat is dan inmiddels een groot merk geworden die online ook adopteert en waarin platformen heel makkelijk zijn om, ja, je producten kan je gewoon bij Amazon neerleggen. En dan kan je in één keer gewoon in heel Europa verkopen. Dus het maakt het juist voor kleine ondernemers of mensen die gewoon gaaf productideeën hebben, gewoon super laagdrempelig om in één keer heel veel consumenten te bereiken over de hele wereld eigenlijk. Dus daar ligt met name de kans. En ik denk dat die kans voor dat soort kleine ondernemers juist meteen ook een soort, ja, bedreiging is voor de gevestigde merken die eigenlijk nog steeds op een heel erg B2B manier handelen. En eigenlijk denken van, ja, maar ik heb nog wat kanaalconflict of vind het wat lastig, systemen, hoe werkt dat en dat soort dingen. Dus ja, er komt steeds meer concurrentie bij voor dat soort grotere merken. Maar ja, het biedt ook wel weer de kans, want als jij het niet doet, doet je concurrentie het wel. Dus ja, het biedt eigenlijk voor alle, iedereen. Ja, voor iedereen, ondernemers, klein, groot, gewoon heel gaaf om op die manier internationaal een merk neer te kunnen zetten. Ja. En jij zegt, hè, samen met Tenix, jij bent onder andere, je was eerst hoofd van het marketplaces team, je bent nu chief commercial officer. Wanneer viel dan voor jou echt het kwartje dat je zei, oké, D2C, gewoon alle ballen op D2C? Nou ja, het begon een beetje, denk 10 jaar geleden of zo bij bol.com. Eigenlijk de eerste winkels daar al op een platform manier eigenlijk daar vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat, ik weet nog in 2012, toen moest ik de sport en vrije tijd winkel voor bol.com lanceren. En toen was het in één keer, we moeten alle sporten hebben op reis, fietsen, hengelsport, alles. Alle producten, alle merken, tegen de beste prijzen, de beste levertijden, ja, en toen kwamen ze eigenlijk daarop tot de conclusie dat dat alleen maar kan op het moment dat je je platform openstelt, juist voor andere aanbieders, om daar dat op in te prikken. Dus dat was eigenlijk het eerste moment voor mij dat ik dacht van, hé, dat is wel interessant. En
als ik zeg maar achteruit kijk, 2-3 jaartjes geleden bij 10X Crew, dat we eigenlijk ook een beetje de losse kanalen wel op een bepaalde manier bedienden. En toen eigenlijk zeiden van, maar wacht even, vanuit een D2C perspectief wil je gewoon zijn waar de consument is, waar de vraag naar jouw product of jouw categorie ontstaat. En dat is gewoon, ja, 10 jaar geleden was er nog geen social commerce, was er nog geen TikTok. 15-20 jaar geleden waren de bol.coms platformen, waren ook nog niet daar. En over 10 jaar is misschien een metaverse of zo waar die consument dan is. Dus ja, weet je, dan kan je in ieder geval als merk zorgen dat je dan weer daar aanwezig bent. En je organisatie zo flexibel hebt opgesteld op alle fronten, zodat je daar weer op kan inprikken, daar weer kan leren, daar weer kan verkopen, nieuwe producten kan ontwikkelen en eigenlijk op die manier te kunnen ondernemen. Oké, dus als ik kan samenvatten, iedereen kan er wat mee. Het is nog niet te laat. En het is een heel interessant onderwerp waar heel veel verschillende aspecten bij komen kijken, toch? Klopt dat? Zeker weten. En ik hoop dat we vanavond in ieder geval een leuk kijkje in de keuken kunnen geven vanuit dit onderwerp met de sprekers die we hier hebben. En ja, ik denk superleuk. Ja, dan maak ik meteen vanuit daar het bruggetje. De volgende spreker staat alweer voor ons klaar. Dat is Eduard Brenninkmeijer. Hij is Head of E-commerce en CRM bij Vitamin Store. Ik hoorde dat hij best een stressvolle dag heeft gehad vandaag. Dus ik hoop dat hij inmiddels een chillpil heeft kunnen nemen en hier iets relaxer staat. Maar hij gaat ons vertellen over wat de kracht is van een brandstore, waar we al veel over gehoord hebben, versus een marketplace en andersom. Wat dat betekent voor je ecosysteem. Hoe ga je daarmee om in je eigen strategie, al die verschillende verkoopkanalen. Ja, welke verhouding hebben ze eigenlijk tot elkaar? Hoe doen jullie dat? En waar moet je eigenlijk überhaupt beginnen als je met een marketplace aan de slag ging? Nou, volgens mij heeft Matthias dat al een beetje laten zien. Maar als je nou een bestaand merk bent en je bent geen... je hebt inderdaad winkels zoals Vitamin Store die heeft... Waar begin je dan en hoe doe je dan? Hoe overtuig je je team dat ze uit de winkel moeten en naar de online winkel? Nou, volgens mij ga jij ons dat allemaal vertellen vandaag in de vorm van 3 cases. Dus welkom, heel erg bedankt dat je er bent. Dankjewel. Graag een warm welkom voor Eduard Brenninkmeijer. Dankjewel, Angela. Ik weet misschien de verwachtingen even temperen, want ik heb een half uurtje gekregen. Dus ik weet niet of ik dat allemaal ga delen hier met jullie vandaag. Maar goed, ik ga mijn best in ieder geval doen. En even kijken of dit allemaal werkt zoals het moet werken. Ja, kijk eens even. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik heren van Amazon in levende lijf ontmoette. Dus mannen, top. Weet je, laten we straks ook nog even wat drinken. En ik was naar jouw presentatie aan het luisteren. Toen dacht ik, waar was je... 10 jaar geleden, volgens mij, toen we begonnen met mijn eerste keer. En ik het allemaal uitgezocht heb, maar gelukkig Emiel, anders had ik jou nooit ontmoet. Dus wat dat betreft is het allemaal goed gekomen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Succesvol verkoop, internationaal verkopen met digital commerce. En deze slide heb ik er even ringzet voor mezelf als geheugensteuntje. Want dat betekent dat ik namelijk iets over mezelf moet gaan vertellen. Ik zal je vertellen, ik heb iets met merken. Eigenlijk al vanaf dat ik jong ben. En dat komt met name omdat ik... het zijn eigenlijk met name sportmerken. En dat komt omdat ik altijd op de tennisbaan stond. Ah, ja, super. Dat is inderdaad wat handiger. Ja. Sportmerken, omdat ik altijd op de tennisbaan stond. En ik had merken als Adidas, Puma... En les destijds, want het waren namelijk de merken waarin mijn tennishelden de baan betreden. En daar kon ik me mee vereenzelvigen. Ik kan me het eigenlijk herinneren dat ik eigenlijk al vanaf jongs af aan een passie had voor merken. En in die tijd dus gelieerd aan mij de geliefde tennissport. Nou, tennissen, dat doe ik inmiddels bijna niet meer. Ik heb het ingeruild voor padel, zo denk ik de rest van Nederland. Maar die passie voor merken, die heb ik eigenlijk altijd wel behouden. En die heb ik eigenlijk meegenomen naar mijn werkende leven. En stiekem ben ik eigenlijk elke keer van merk naar merk gegaan. En ik ben eigenlijk ook al vroeg stadium begonnen met digital commerce. Maar, toen 4,5 jaar geleden Agu mij... sportmerk, vroeg om hun marketing en e-commerce te leiden. Toen zei ik, ja natuurlijk wil ik dat doen. Dat was eigenlijk iets waarvan ik dacht, van ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik dacht, een mooi, oud, Hollands merk
moest afgestoft worden, want er was echt veel werk aan de winkel. Maar ik dacht, daar kon ik mijn ei wel in kwijt. En ik zal jullie vertellen, dat is nog steeds mijn intro. Ik ben er toen wel een beetje in doorgeslagen. Want als verantwoordelijke voor het merk, payoff van het merk, was Everyday Riding. Agu maakt spullen, kleding om elke dag op de fiets te kunnen zitten. Dus, toen een van de ploegeigenaren van de teams die wij sponsoren naar mij toe kwam, en die zei, Eduard, weet je wat ik ga doen? Ik zei, nee. Ik ga 365 dagen, 25 kilometer per dag fietsen. Oké. Ja, Everyday Riding, dat ga ik dus doen. Ik zei, oké. En dat was dus in het COVID-jaar. Toen dacht ik, jeetje, deze man, die gaat mijn merk, gaat hij nu in de praktijk brengen? Ik zeg, ja. Ik zei, laat me weinig ruimte. Want dan moet ik dat dus ook gaan doen. Ik zei, ja. Oké, doe je mee? Ik zei, ja, is goed, doe mee. Het is COVID-jaar begonnen, 1 januari. En zoals je hier ziet, dit was mijn laatste ritje, Rotterdam. 365 dagen, 25 kilometer per dag gefietst. Weer, wind, elke dag. Goed, mooi zou je denken, of denk je, je bent knettergek. Nou, dat denken de meesten. Waarom deze intro en waarom ik zoveel over merk? Dat heeft er namelijk alles mee te maken dat ik er ontzettend in geloof. Hè, dat merken, heel erg goed, natuurlijk een connect hebben met consument. En dat merken, zeg maar, de periode waarin we nu zijn eigenlijk met merken, is eigenlijk ideaal. Goed, ik zal even doorstappen, want ik heb uiteindelijk voor Agu 4,5 jaar gewerkt. Daar zal ik zo nog op terugkomen met een mooie case. Ik heb voor Palace Choice Skincare heb ik gewerkt daarvoor. Daar zal ik ook nog eventjes kort op terugkomen. En inmiddels werk ik voor Vitamin Store. Ook een mooi merk. Goed, de centrale vraag waar ik het met jullie vandaag over wil hebben is de volgende. Namelijk, hoe haal je nou eigenlijk het meest uit meerdere kanalen, zoals je eigen brandstore en marketplace is? En wat is daar nou eigenlijk strategisch, operationeel en organisatorisch voor nodig? Voordat wij naar de praktijkcases gaan, wil ik eigenlijk eerst even kijken van, joh, je hebt een brandshop natuurlijk. En zijn er hier mensen die een brandshop hebben, die een brandshop runnen? Handen, ja. Wat zeg maar als je kijkt, als je deze vraag hier ziet staan, van hoe haal je nou het meest uit je brandshop, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Idee? Nee? Nou, zal ik even verder gaan, hoe ik er tegenaan kijk. Even kijken. Oh. Zo. Als je SEC volgens mij naar de brandshop kijkt, en dat is de manier hoe wij het eigenlijk altijd benaderen, zeg van, ja, zorg nou dat je zelf op je brandshop de beste brand experience hebt. Hè? Zorg ervoor dat als de consument die daar komt, dat hij daar zich thuis voelt, in de watten gelegd wordt. Zorg er ook voor dat je daar de meest uitgebreide informatie en content ook van je product hebt. He, dat je als iemand anders ergens anders komt, dat hij daar niet meer kan vinden dan op de brandshop. Uiteraard heb je als merk daarin het meest uitgebreide assortiment. En tot slot, en ik denk een van de allerbelangrijkste dingen vanuit een merkperspectief, is zorg er altijd voor dat je inspireert, adviseert en eigenlijk verleidt. Ja, dat is denk ik de toegevoegde waarde die je als merk vanuit je brandshop ook daadwerkelijk kan leveren. Daarnaast, denk dat je als je vanuit je merkshop bekijkt, moet je natuurlijk zorgen dat je alle basics natuurlijk op orde hebt. Van je advertising, tot je retentie, acquisitie-retentie, noem maar op. Maar ik denk dat ik dat jullie hier allemaal niet uit hoef te leggen. Maar dat is eventjes de basics vanuit puur een brandshop benaderd.
Hoe haal je nou het meeste uit die marketplaces? Want dat is eigenlijk ook een separaat stuk. Dat is eigenlijk het stuk waar natuurlijk we net heel mooi voorgelegd kregen van, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè, maar dat is ook, als merk ga je er ook natuurlijk op die manier mee aan de slag. Hè, en toen wij, daar kom ik straks nog wel eventjes op terug, hè, maar als je kijkt van wat zou je nou moeten doen om succesvol te verkopen via Amazon? Nou, je zag net natuurlijk ook het filmpje, hoe wij het hebben aangepakt, in ieder geval als we op Amazon verkochten was, selecteer nou een aantal focusproducten op basis van data, waarvan je weet dat ze succesvol zijn. Zorg dat je content op orde is. Daarnaast zorg ervoor, als merkbedrijf, dat je supply chain, je logistics, van belang bij FBM, of kies je voor FBM, als je dat natuurlijk kiest, je gaat je orders allemaal zelf versturen, moet je zorgen dat je dat natuurlijk wel keurig op orde hebt. Zorg er ook voor dat je je customer service op orde hebt. Je krijgt in één keer veel meer orders, krijg je binnen in je bedrijf, weten de mensen daadwerkelijk wat ze daar moeten doen. Maar natuurlijk, als je ook succesvol wil zijn, zorg voor de juiste zichtbaarheid door middel van advertising. En vergeet ook niet om op een marketplace aandacht te besteden aan je branding, zoals Daniel dat ook even benoemde. Belangrijk denk ik ook, wat mensen misschien vergeten, op het moment dat je gaat verkopen via marketplaces, denk en benader het ook uiteindelijk vanuit een bottom-line perspectief. Hè? Kijk uiteindelijk ook wel heel erg goed van wat blijft er nou onderaan de streep over. Je gaat te maken krijgen met andere modellen. Er zitten allemaal verschillende kosten in dat model. Heb je nog een derde partij die je daarbij helpt? Heb je content zelf? Besteed je dit uit? Zit je logistieke kosten? Zorg er wel voor dat voor je het weet bij een heleboel omzet aan het maken blijft er onderaan de streep namelijk helemaal niks over. En dat is een beetje zonde. Is er dan een succesformule? Of hè? Wat is nou die succesformule? Ik zal je één ding vertellen. Als ik hem zo voor je had, zou ik hem heel graag makkelijk met je delen. Maar je moet er natuurlijk wel zelf mee aan het werk. Hè, merken zijn volgens mij meer dan ooit in control. En het spel is volgens mij ook nog nooit, eigenlijk nooit zo leuk geweest. En zo leuk geweest bedoel ik eigenlijk te zeggen van, joh, je kan via alle channels kan je verkopen. Hey, als je nou een heel klein brand bent, kan je morgen aan de slag. Maar ook voor eigenlijk de bestaande merken, die eigenlijk jaren eigenlijk verkocht hebben via de traditionele kanalen, komt er in één keer een totaal nieuw speelveld. En dat is natuurlijk hartstikke interessant. Maar de afstemming tussen die kanalen, die is niet altijd eenvoudig. Je kan zomaar hebben een team wat bezig is met de marketplace business en daar heel erg aan pushen is, succesvol is, omzet aan het maken is, die niet rendeert bijvoorbeeld, en die aan het concurreren is bijvoorbeeld met een ander channel. En dat je op die manier eigenlijk niet met elkaar de juiste synergie eigenlijk tussen die kanalen aan het realiseren bent. Nou, daar heb je ook nog je social commerce channels bij. Dus kortom, je moet wel zorgen dat je een mooie overview hebt met wat je aan het doen bent. Nou, elke case vraagt wat mij betreft om een specifieke aanpak. Dat zou je denk ik ook wel zo zien. Maar ik denk dat voor succes, als je vanuit een merkperspectief bekijkt, is voor iedereen maakbaar als je het gestructureerd aanpakt. En ik deel even op voorhand de learnings die ik eigenlijk heb opgedaan in de afgelopen jaren bij de verschillende merken. En op basis daarvan zullen we dan wat cases even kort doorlopen. En dan is er daarna nog wat ruimte voor vragen. De top 3 learnings die ik heb opgedaan door de jaren heen. 1. Zorg ervoor, en het klinkt een beetje als een open deur, maar zorg ervoor alsjeblieft dat je een heldere strategie definieert. En zorg ervoor dat je buy-in hebt en commitment hebt op C-level, zoals het zo mooi heet. He, want als je dat voor elkaar hebt, dan weet je in ieder geval dat je het plan wat je gaat uitrollen en alle tijd en effort en de tijd en effort die je teams laat doen, erin laat steken dat die uiteindelijk bij elkaar gaat komen. En zorg er dus voor dat je synergie tussen die verschillende kanalen gaat creëren. Tweede learning door de jaren heen, en ook af en toe heeft, laat ik zo zeggen,
flink de neus gestoten op het moment dat het niet zo was, is zorgen voor dat je een goede digitale infrastructuur hebt. Hè, op het moment dat je bij spreken morgen met een merk begint, dan heb je geen legacy. Heerlijk. Snel alles aansluiten, morgen beginnen, overmorgen verkopen. Maar op het moment dat je werkt bijvoorbeeld vanuit een traditioneel merk, wat eerst andere kanalen heeft bediend, dan ga je zeker tegen zaken aanlopen waar je denkt, oei, oei, oei. Weet je, ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar om snelheid te maken. Ik ben helemaal niet klaar om snel te kunnen schalen. Dus neem die onder de loep, creëer die voorwaarden. Hè, en kijk ook of er nog, ja, wat nou eigenlijk je enablers zijn voor growth. En daar zal ik zo nog wel een voorbeeld voor geven. En last but not least, daar ga ik praten op altijd. Succes staat of valt met het juiste team. En met het juiste team betekent het met de juiste mensen. Omring je met de juiste mensen en met de juiste specialisten. Wees niet bang om externe mensen in te huren als je ze niet in huis hebt. Trek de kennis in huis, ga ermee aan de slag. En zorg uiteindelijk dat je die kennis eigenlijk weer naar binnen gaat brengen. En dat je ervan leert en dat je daarmee eigenlijk weer verder gaat. Goed. Daar is hij. In eerste instantie de AgriCase. Ik zag hem net ook al even een paar keer voorbij komen, ook bij Amazon. Hartstikke leuk natuurlijk. Wat was nou eigenlijk de aanpak bij de AgriCase? Wat we hebben gedaan eigenlijk is dat we zijn begonnen eigenlijk in eerste instantie met de brandshops. En die brandshops die zijn we gaan internationaliseren. In eerste instantie toen ik binnenkwam stond er eigenlijk nog niet zo heel veel. Daarna zijn we vrij snel naar Duitsland gegaan. En daar zoom ik eigenlijk ook eventjes in, omdat het daar eigenlijk in een case ontzettend mooi samenkwam. In Nederland hadden we een centraal marketing en e-commerce team zitten. En hebben we eigenlijk een team van specialisten in Berlijn eigenlijk erbij betrokken. Om ons lokaal te kunnen helpen. Waarom? Simpelweg omdat we er gewoon bewust van waren dat wij de lokale expertise gewoon niet in huis hadden. En dat zij dat wel hadden en dat we daarmee meer tempo konden maken. Wat we vervolgens ook hadden, is dat we hier in Nederland een team van marketing specialisten hadden voor de marketplaces. Ook deels bij ons in huis, maar anderzijds ook extern, omdat we dat ook simpelweg op dat moment die kennis en kunde niet in huis hadden. En dan komt eigenlijk in die zin van, wat maakte nou het uiteindelijk succesvol? Wat maakte deze case nou zo ontzettend leuk? Kijk, we kwamen al vrij snel tot de conclusie dat merk in Duitsland superveel tractie had. Agu staat voor, het is Nederlands, het is ontzettend goede kwaliteit. Duitsers houden van, vinden het ook prima om een portemonnee te trekken voor een goed product. Hè, op het moment zolang je maar eigenlijk kwaliteit levert. Dus we hadden daar eigenlijk vanuit de webshop en vanuit marketplace, etc. We hadden eigenlijk sowieso wel tractie. Hè, dus we zagen al wel van, hey, er zit reuring in, die kan er wat mee. Maar het was wel allemaal nog een beetje los van elkaar. Nou, en toen hebben we daarna op een gegeven moment gedacht van, oké, weet je, als we dit nu gaan we doorzetten. We hadden tractie op de webshop, we hadden tractie op de marketplaces. Oké, en nu is het zaak gewoon om full funnel marketing eigenlijk aan de slag te gaan. Nou, ontzettend een mooie term die je wel vaker hoort. Ik heb er maar eventjes een plaatje bij gemaakt wat destijds toen nog maakte voordat we ermee aan de slag gingen. Maar wat we eigenlijk zeiden van, joh, weet je wat, we gaan gewoon helemaal rond. Gaan we ons marketingbudget inzetten. En dat doen we niet alleen maar met één campagne of één grote knalcampagne. Nee, dat doen we gewoon eigenlijk structureel. Always on campagne eigenlijk door Duitsland heen. En af en toe spiken we daar met een aantal wat grotere out-of-home campagnes doorheen. En een voorbeeld daarvan is dat we in Berlijn volgens mij out of home helemaal hadden afgekocht. Dat de metro, in ieder geval een aantal metro's, helemaal vol met agu hingen. En het aardige en het interessante ervan, en waarom dat nou ook succesvol was, was dat als je het op die manier inzet, we wisten wel dat we tractie hadden aan de onderkant. Maar daarmee vingen we natuurlijk eigenlijk een bepaald soort klant al af. Maar doordat we dat op meerdere plekken gingen inzetten, zag je eigenlijk dat je vanuit je search
zag je toenemen en je zag dat dat mooi landde op je benchop. Maar je zag datzelfde gedrag, omdat de Duitsers natuurlijk veel ook starten, zijn searches eigenlijk start op Amazon, zag je ook terug op Amazon. Nou, en dat bleven we eigenlijk zomaar continu herhalen. En dat maakte eigenlijk dat die case ontzettend succesvol was. Een supermooi startpunt. En iets wat we vandaag de dag, jongens, ik heb me vandaag even laten bijpraten, eigenlijk nog steeds op dezelfde manier aanpakken. Wat meer sophisticated, maar de business groeit nog steeds. Waarom was het nou zo succesvol? Om ze eventjes terug te pakken naar die drie punten waar ik net al eventjes over had. We hadden van tevoren wel heel duidelijk met elkaar afgesproken en bedacht, wat gaan we daar doen? En hebben we nou de commitment daarvoor? Hebben we de funding ervoor? En hoe kunnen we nou die synergie tussen die verschillende kanalen ook daadwerkelijk tot stand brengen? Dat betekende ook dat we de externe teams, ook met elkaar, van tevoren lieten praten van, oké, jongens, dit is wat we gaan doen. Hoe kunnen we dit met elkaar maximaliseren? En dat is denk ik keurig geslaagd. Die goede digitale infrastructuur, die een voorwaarde was, daar waren we al een tijdje mee bezig. Dat betekende ook dat we zaken als PIMS, et cetera, al de manier zeg maar, hoe we onze content consistent over alle kanalen eigenlijk heen spuugden, dat hadden we keurig op orde. En dat maakte dat we in control waren, dat we ook snel dingen konden toevoegen, konden opschalen. Dus dat was een mooie invulling daarvan. En uiteraard natuurlijk met de juiste teams. Ik noemde het net al eventjes, de aanpak daar. Team lokale specialisten in Berlijn. Nederlands centraal team wat met merk eigenlijk bezig is. En een deels natuurlijk ook logistiek en al dat soort zaken. En aan de andere kant een team van marketplace specialisten. Drie goede vinkjes zeg maar op deze case. Maar het kan ook anders. Bij Palace Choice, en dat is ook echt wel even weer een tijdje geleden, maar ik heb er eens even over nagedacht. Dat was volgens mij 2017. Kennen jullie Palace Choice? Bij iemand bekend? Dames, meestal wel. Ja. Het is volgens mij, daar ook wat heren. Volgens mij afgelopen jaar gekocht door Unilever voor miljard, geloof ik. En de tijd dat ik er begon, draaiden we 20 miljoen in Europa. En dat geeft even aan zeg maar, hoe hard dat is gegaan. En Palace Choice was een pure player. Waanzinnig. Kwam uit Amerika. Deed daar heel goed. En deed ook daar ook al heel veel business eigenlijk met Amazon. En wij waren hier bezig alleen met ons eigen platform. En het werkte als een malle. En weet je, de retentie, acquisitie en alles was top. En nu, weet je. En de Amerikanen zeggen, jongens, luister, je moet met Amazon aan de slag. Ja, oké, ja, Amazon, dat gingen we dan wel proberen. Maar daar hebben we eigenlijk Amazon altijd als een beetje een soort... Ja, het was altijd, de marketplaces waren erbij. He, er was geen focus op, er was geen strategie op. De aanpak was eigenlijk van, joh, he, we doen centraal marketing en e-commerce team in Nederland. We hadden weliswaar ook hier een team zitten in Berlijn, want Duitsland was daar ook een supergrote markt. Maar voor de rest deden we eigenlijk alles met een soort van trial and error elke keer. En nou ja, dat leidde ertoe dat het eigenlijk in de jaren dat ik er zat, was het niks. Het was een soort van iets van erbij. We hadden geen buy-in, we hadden geen commitment op C-level. De infrastructuur die schoot tekort. Daar kwamen we echt tot de conclusie van, okay, dit werkt gewoon helemaal niet. We zijn er helemaal niet klaar voor. En we hadden ook niet de juiste kennis en kunde eigenlijk in huis. Nou ja, en ik heb erna gezegd, nog niet, want daarna is het echt als een raket gegaan. En hebben ze dat heel erg goed uitgerold. Maar het was voor mij een heel erg leerzaam traject. En nu dan? Want inmiddels is het, heb ik mijn fiets natuurlijk ingeruild voor vitaminepillen. En ook huidverzorging overigens, tegenwoordig. Hoe zit het dan eigenlijk met Vitamin Store? Want ja, weet je, wat doen we daar? En ik zal jullie eerlijk bekennen, ik heb hem er bewust maar ook even bij gezet, want ik weet het nog niet. Ik sta hier nu een pleidooi te houden en ik weet eigenlijk precies hoe het moet. En ik heb het dit gedaan, ik weet hoe ik het uit moet voeren. Maar er is in één keer een hele andere, ja, toch wel andere dynamiek. Want ik heb hiervoor gewerkt
pure, 100% brand. Weet je? Je denkt vanuit het merk, hè, je maakt het product, je marges zijn groot. Zo, dit is wat je aanpak is precies. Maar ik ben nu omnichannel retailer. En dat is toch wel denk ik ook andere tak van sport. Mijn marges zijn wat dunner. Oh, maar daarbinnen heb ik ook nog wel een eigen merk. Maar dat is natuurlijk super interessant. Kortom, je hoort het al. We hebben namelijk wel producten al op marketplace staan in Nederland. Maar loopt niet zo lekker. Niet voldoende merkvoorkeur. Wie kent Vitamin Store trouwens hier? Ja, dat zie je. Dat gaat dus iets mis. Nou, ik heb hem hier nog... Sorry. Ik heb hem hier eventjes bijgezet. Ook als je kijkt naar internationale expansie, hebben we nog niet gedaan. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom ik aan deze uitdaging ben begonnen. Dus nog een hoop te doen daar. En wilde ik ook gewoon eventjes open met jullie delen dat daar nog werk aan de winkel is. Goed. Q&A, volgens mij hebben we nog wel even tijd. Zeker, we hebben nog even tijd voor vragen. Mooi. Heeft er iemand een vraag? Ik zie er hier één. Met de wetenschap van nu, wat zou je anders doen? Als je terugkijkt. In de balance van alle activiteiten. Ja. Wat zou je anders doen? Ja, zeker. Ik zou het zeker anders inzetten. Ik denk als je... Aangekees bedoel je, hè? En de marketing spend die we daar hebben gedaan. Ja, we hebben uiteindelijk analyse gedaan. Ik vertelde over de campagne die we hebben gedaan met Out of Home. Die was te gek. Hè? En laten we eerlijk zijn, iedereen vindt het cool als er een tram door Berlijn rijdt en je krijgt een fotootje op je WhatsApp en zeg je, hey, fuck jongens, jullie zijn zichtbaar in Berlijn. En we hebben dat uiteindelijk keurig allemaal inzichtelijk gemaakt. En ook gezien van, weet je, wat zijn nu de spikes die er zijn geweest. En toen hebben wij teruggekeken en hebben gezegd van, hey, we zijn van mening dat we, als we datzelfde budget volledig hadden geallockeerd aan social advertising. En we maakten ook heel veel gebruik van, ik haat het woord, maar influencers. Maar dat werkt daar echt als een malle. En toen hebben we voor gezegd van, oké, als we dat de volgende keer doen, dan doen we het op die manier. En hebben we dat eventjes gelaten voor wat het was. We wilden het wel. Ik ben er ook heel erg van overtuigd dat het werkt, hè, als je het op die manier aanpakt. Alleen dan moet je net even een iets diepere marketing portemonnee hebben dan wat wij op dat moment hadden. Ja? Ja, je had het net over influencers. Sorry, wat? Ja, oh, excuus. Oh. Yes. Hoi. Je had het net over influencers, influencer marketing in Duitsland. En wij zijn daar zelf met Beter Bed zijn we daar ook wel een beetje over aan het nadenken. Ik vroeg me af, hoe hebben jullie dat toen aangepakt? Ja, dat is, moet ik echt volledig op de konto toeschrijven van onze lokale specialisten. Kijk, we hebben toen gezegd van, jongens, luister. Dit zijn eigenlijk de doelen, de uitgangspunten waarmee we willen werken. We willen snel groeien hier en we willen snel werken aan onze naamsbekendheid. Zij kwamen eigenlijk op basis van hoe wij het merk presenteerden. Vervolgens presenteerden zij bij ons eigenlijk influencers. En zeiden van, jongens, luister, wij denken dat dit en dit en dit en dit profiel eigenlijk past bij jullie merk. Nou, dan gingen ze bij ons door de screening heen, wat vind je ervan? En op basis daarvan hebben we het gedaan. Wat ik het mooie vond aan Duitsland, wat je in Nederland vaak nog niet ziet, is dat de influencers werkten eigenlijk gewoon met een soort van, met een business model. Want je zei van, joh, ja, daar zit gewoon een ROI op. Hè? Ik betaal jou 25k per jaar. En jij zorgt ervoor dat je gewoon, hè, je mag codes uitgeven via mij, et cetera. Maar aan je acquisitiekant breng je zoveel business binnen. Nou, we hadden twee drietal dames. Ja, die brachten binnen mum van tijd 2, 3, 4 ton, zeg maar, gewoon binnen aan omzet. Ja, dan is het heel makkelijk om vervolgens te zeggen, ja, ik allokeer 50.000 euro. Terwijl als je het hier, waar ik het vaak heb, en daar kriebelt het bij mij een beetje van. Als iemand zegt, ja, weet je, ik ben een influencer en ik ga iets in je filmpje zetten. En ik heb zoveel bereik. En dan ben ik 10.000 euro kwijt en heb ik niks. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dus ik moet zeggen, dat is voor mij ook het ding. De eerste gesprek als ik dat in Nederland voer, begint met, oké, weet je, hoe gaan we samenwerken?
castingbureau nodig? Een castingbureau, nee. Voor influencers. Of ik die nodig heb? Nee, maar dat zou je dan nodig hebben. Nou ja, wat kijk, volgens mij is dat helpt wel. En volgens mij komen die platformen, die poppen ook links en rechts overal wel op. Hè. Dus dat je dat daar natuurlijk ook weer natuurlijk partijen tussen gaan zitten en agencies die dat heel goed die je daar ook weer heel goed bij kunnen helpen. Want het is gewoon, in die zin is het heel erg arbeidsintensief. Kijk, ik denk dat het heel erg leuk is, maar de advertising wereld en om je marketing uit te geven, die is er niet makkelijker op geworden. Ik bedoel, het is zo gefragmenteerd als het maar zijn kan. Dankjewel. Dank. Jullie ook bedankt. En jij ook bedankt. Ja, bedankt hè. Ja, is goed. We bedanken elkaar allemaal. Nogmaals bedankt. Jij bent ook straks nog bij de Borrel te vinden. Mochten er nog extra vragen zijn over je succescase, je niet zo succesvolle case en je vraag tegen Kees, ja, dan kunnen ze jou daar vinden, toch? Nee, zeker. En vooral alle praktische vragen, stap vooral even naar me toe. Thanks. Goed. Graag een applaus. Alright. We hebben eigenlijk tot nu toe heel de avond alleen maar gekeken naar het Westen. We hebben het gehad over Amazon, we hebben het gehad over de welbekende marketplaces die wij hier in Nederland omarmd hebben, waar we zelf veel gebruik van maken. De kant die nog niet belicht is, is eigenlijk de kant van het Oosten. Want als je John Lynn, de volgende spreker, moet geloven, dan zegt hij eigenlijk, we moeten niet meer naar het Westen kijken, maar naar het Oosten. Dat is waar het gebeurt. In China is GDPR eigenlijk geen probleem. Online shoppen is gewoon shoppen. Er is geen verschil tussen clicks en bricks. Vat ik het zo een beetje goed samen? Ja, oké, mooi. En hoezo zitten wij in vergelijking met China eigenlijk nog in een digitaal stenen tijdperk? Nou, volgens mij heb jij daar een heel uitgebreid verhaal over met een heleboel mooie voorbeelden. Dus welkom, dankjewel dat je hier bent. Ik kijk heel erg uit naar je verhaal. Graag een warm applaus voor, warm welkom voor John Lynn. Dankjewel. Dit zijn mijn opa en oma. Noem ze Nanai, Geyeye. Ze zijn op het niveau dat als ik in China kom, dat zij voor mij een Tidi bestellen. Dat is de Chinese Uber. Ook zijn ze op het niveau dat ik continu moet vertellen, opa en oma, doe die telefoon even weg. Ik ben hier maar één keer per jaar. Doe even sociaal. Na dit etentje wilde ik met mijn ooms en mijn neven naar een karaoke-tent. Maar als je goed kijkt is autorijden niet echt meer een optie. Is geen probleem. Mijn oom pakt WeChat op zijn telefoon en bestelt een Bob on demand. Komt iemand naar je toe, vouwt de fiets, gooit hem in je kofferbak, rijdt hem naar je bestemming. In de karaoke-tent kwam ik erachter, hey, mijn telefoon is nu echt leeg, want je zit de hele dag op dat apparaat. Geen probleem, ik scan een QR-code en ik huur een powerbank voor 10 cent per uur. Dus ook circulaire economie is daar een ding. Nou, dan ga je zingen en de gekke dingen doen. En dan ga je weer terug naar je hotel. En toen kreeg ik weer een realisatiemoment. Oh ja, China is nog steeds een ontwikkelingsland. En contant geld is daar geen ding meer. Dus ook daklozen moeten doorevalueren. Je scant daar een QR-code met WeChat en je doneert geld. Terug in het hotel wilde ik iets te drinken, maar mijn telefoon was echt leeg. Ook geen probleem, want ik betaal met mijn gezicht. Bewijs dat niet elke Chinees op elkaar lijkt. Terugkomen naar Nederland voelt voor mij het vliegtuig altijd als een soort van tijdmachine. En ik heb zelf innovatiemanagement gestudeerd. Ik heb aan de innovatie- en strategiekant van Bol.com gezeten. Dus het is altijd best wel confronterend. Van, hey, wat doen ze daar nou anders? En hoe moeten we hier daarvan leren? Nou, je hebt iets gezien van mijn familie, opa en oma. Nou, iets verder over mezelf. Ik ben een stereotype Chinees. Dus elk stereotype is ook waar. Ouders hebben een Chinees restaurant. Ik ben goed met cijfers. Ik investeer in crypto, Lego, whisky. Alles wat los en vast zit. En hier opgroeiende heb ik altijd geleerd. Ja, best wel moeite gehad met wat is nou. Ben ik nou Nederlander? Ben ik nou Chinees? Uiteindelijk ben ik geen van beiden. Want op mijn Bol.com job was ik nooit direct genoeg. Weet je, John, wat vind je van die meeting? Wat vind je van dit en dit project? Ik heb niet per se een mening klaar. Het is best wel Nederlands. En in China, als ik dan bij mijn vader ben en ik zeg tegen een compagnon van hem, hey, hier staat in het Engels een foutje, zal ik even voor jou checken op spelfouten in het Engels.
krijg ik op mijn flikker van mijn vader, want ik heb zijn compagnon beledigd. Tijdens mijn werk bij bol.com, ik werk daar niet meer, heb ik altijd gezegd, hey, we moeten meer naar het oosten kijken. We keken best veel naar het westen als voorbeeld. Is ook best wel lastig om goed die voorbeelden uit het oosten te zien, want het is andere taal, andere cultuur. Dus dat is ook mijn rol vandaag. Hey, wat gebeurt nou daar? Los van de media bias die we zien, weet je, voor alle negatieve verhalen, open lekker de NOS-app. Ik laat je een paar goede voorbeelden uit China zien, om te laten zien van, hey, er gebeuren ook vette dingen waar we van kunnen leren. Wie is ooit wel eens in China geweest? Ah, mooie groep. Wie denkt dat Amazon een van de meest innovatieve retailers is? Sorry, Amazon vrienden. Mooi, oké. Dus mooi. Amazon Prime Air. Hebben ze een pilot rondom Cambridge. Ze vliegen wat pakketjes rond. Ze kunnen tot 2,5 kilo optillen en hebben ongeveer een bereik van 25 kilometer. Dit is de drone van JD.com. Ze hebben meer dan 100 commerciële vliegroutes. Kunnen tot 100 kilo optillen. En hebben meer dan 100 kilometer bereik. De Amazon Go winkel is een kassaloze winkel. Je scant je app, je loopt naar binnen, je pakt je spullen, je loopt naar buiten en alles wordt op je rekening gezet. Er is geen kassa meer. 30 tot 40 winkels op dit moment als het goed is. En de technologie die Amazon hier ontwikkelt houden ze bij zichzelf. En dat rollen ze uit in eigen winkels en ook in eigen supermarkten die ze gekocht hebben. Dit zijn de winkels in China. Tientallen concepten, duizenden van dit soort winkels. Elke nieuwe shoppingmall die neer wordt gezet, krijgt kassaloze winkels. En de bedrijven die deze technologieën bouwen, je kan dit van hun kopen. Je kan gewoon licensen. En ook aan de achterkant van de e-commerce wereld zijn ze heel zwaar aan het robotiseren en automatiseren. Want je zou denken, China is een laaglonenland. Klopt, maar door de eenkindspolitiek krijgen ze zometeen extreme vergrijzing. Dus zij moeten nu wel gaan automatiseren. En ze investeren hier ook super zwaar in. Al deze voorbeelden zijn leuk, maar kunnen we hier kopiëren van de Chinezen? Is niet super bijzonder. Het verklaart niet waarom de Chinezen zo hard zijn gegaan. En dit is een heel interessant voorbeeld van. Dit is Amazon's winkel in China op Tmall.com. Dat is een platform van Alibaba. De rest van de wereld, waar Amazon komt, worden ze of zijn ze marktleider in ieder land. Behalve in China, daar is het nooit gelukt. Ze hebben maximaal 2% marktaandeel gehad. En volgens mij twee, drie jaar geleden de stekker eruit getrokken. Ik heb voor het eerst ook Amazon mensen hier, dus ik ben benieuwd om te vragen hoe dat zit. Dus hoe komt het nou dat zo'n grootmacht als Amazon in China niet tractie kan krijgen? Wat doen die Chinezen anders? Leapfrogs. De Chinezen leapfroggen in hun innovatie. China wil wereldleider worden. Dus zij willen Amerika verslaan. De manier om dat te doen is heel veel investeren in je infrastructuur, educatie, techsector en noem het maar op. En de makkelijkste manier om dat te doen is al je oude spullen weggooien en het nieuwste van het nieuwste halen. Hun treinenstelsel is daar een mooi voorbeeld van. Oude treinen, 80 km per uur, maken veel lawaai, super vervuilend. En in 10 jaar tijd gaan ze van 80 km per uur naar 400 km per uur. China heeft het grootste hoogsnelheidsnetwerk ter wereld gebouwd. En ze bouwen nog steeds per jaar meer kilometers dan de rest van de wereld bij elkaar. Op communicatie is hetzelfde gebeurd. Wij zijn hier van de telefoon naar de fax, een keer bij de computer gekomen en uiteindelijk een keer bij de smartphone. En voor verreweg de meeste Chinezen is het eerste apparaat waarmee ze het internet gezien hebben, hun smartphone. Waar wij hier discussies hebben over, yeah, we develop mobile first, is daar mobile only. Ik hoorde binnen bol.com ook vaak gesprekken, ja, die website van AliExpress werkt van geen meter. Ja, daar moet je ook niet zijn, je moet de app downloaden. En dit heeft ook gigantische schaal in China. Als je daar developer bent, dan maak je een app. Dan heb je 800 miljoen Chinezen die je app waarschijnlijk kunnen gaan gebruiken. Daarnaast is nog een groot deel van China nog niet verbonden met internet. Dus er zit nog heel veel groeipotentieel voor digitalisering daar. Al die 800 miljoen Chinezen zitten ook eigenlijk slechts op twee grote ecosystemen. Die van Tencent en die van Alibaba. Links zie je hun social en media kanalen. Dus WeChat is hun WhatsApp, QQ is hun Teams.
Tencent Video is een YouTube, Weibo is een Facebook, Yokotudo is een Spotify en Netflix. Allemaal verbonden met hun shoppingplatformen. En ook hebben ze hun eigen betaalmethodes. Deze twee jongens hebben ongeveer 80% van de social markt, 85% van de e-commerce markt en meer dan 90% van alle betalingen in handen. Super abstract. Wat betekent in de praktijk? Dit zijn onze telefoons, allemaal platformpjes, heel leuk. Is in China makkelijker. Appbeheer scheelt zoveel. En dit heeft mega veel invloed op hoe je winkelt. Wij zijn hier, we gaan vaak naar Google hier nog. Nou, als Amazon op een gegeven moment groot wordt, dan ga je eerst naar Amazon. Dan vind je je product, stop je in je basket. Ga je naar de kassa, krijg je 8 betaalopties. Ga je naar de app van je bank, verifieer je betaling. En op een gegeven moment moet je naar je mailbox, bedankt voor je bestelling. En dan wil je weten waar je pakketje is. Ga je naar de app van je vervoerder. Hebben we jaren aan gewerkt om zo soepel mogelijk te laten lopen, om alle conversiestapjes goed te krijgen en zo min mogelijk klanten kwijt te raken. Maar in China is het veel makkelijker. Je verlaat daar nooit een app. Ze noemen dit een beetje sociaal winkelen. En dit komt allemaal samen op één dag, zeggen ze daar. Dat is deze dag. Iemand een idee? Singles Day. Hey, hier weten veel mensen het. Chill. Singles Day wordt in China genoemd als het Olympische Spelen van het internet. En ik heb Singles Day voor het eerst meegemaakt toen ik daar studeerde in 2015-16. En dit was de dag na Singles Day. Op mijn campus. En ik dacht, die bezorger die doet zijn werk niet goed. Maar mijn professor van cultuur, slash propaganda als ik hem noemde, die zei tegen mij, John, wees blij dat die pakketjes zelfs in de buurt zijn. Want er gebeurt iets op een schaal hier wat jij nog nooit eerder hebt gezien in het Westen. Nou, sinds ik bij Bol.com heb gewerkt, ben ik dit gaan plotten. Ik heb iets verstand gekregen van pakketvolumes. Dus dit zijn alle pakketjes die Bol.com in 1 jaar verstuurt. Alle pakketjes die PostNL in 1 jaar verwerkt. Alles wat Amazon verstuurt in Amerika in 1 jaar tijd. En alles wat Alibaba verstuurt. Op Singles Day. De rest krijg je hier niet op. Nou, hoe ziet dat eruit als iemand via WeChat of Alipay dingen met je doet? Dus een vriend of vriendin stuurt een productlink. Dit zakje chips is super lekker, moet je ook proberen. Klik je aan in WeChat, kom je op een productpagina terecht. En dan zie je allemaal mooie knopjes, lampjes. Druk je erop, betaald, besteld, morgen in huis. Scroll je verder, zie je een celebrity, nieuw apparaat. Dus dit is die influencer, in China heten ze KOL's, Key Opinion Leaders. Allemaal knopjes. Druk besteld, binnen een uur thuis bezorgd. Scroll je weer verder, zie je vrienden uit eten in een restaurant, maar jij wil zelf niet uit eten. Dus je klikt op de naam van het restaurant en dan zie je een menu. Vink je de gerechten aan en binnen een half uur thuis bezorgd. Al deze tijd hebben jij, je vrienden, die vervoerder, die celebrity, die restauranteigenaar, die app nooit verlaten. Alles wat je doet, alles wat je klikt, heeft interactie op de echte wereld. Een soort van kermis. En het social stuk met die influencers is hot in China. Iedereen kan een influencer zijn. Dit is een mandarijnenboer. Hij verkoopt mandarijnen, maar hij is een van de hotste landbouwvloggers in China. Hij streamt nog meer uren dan hij op het land staat. Maar hij verkoopt aan 1 miljard Chinezen dankzij deze platformen. En ze moeten best wel veel gekke dingen doen om de aandacht te houden van de kijker. Maar ongeveer de helft van alle aankopen in China online komt uit een social touchpoint. Het begint op een sociale plek. Laatste gave ding in China. Er is geen verschil meer tussen online en offline. Dit is een supermarkt, Gema, onderdeel van Alibaba. Lopen orderpickers rond in die winkel, pakken die online bestelde order, hangen het in een mandje en dan vliegt het letterlijk door de winkel heen. En binnen een half uur heb jij je levende king crab thuis. Maar dat is niet alles. Stel je komt in de winkel, je hebt je boodschap gedaan, maar je wil ze niet naar huis sjouwen in de drukke metro's van Shanghai. Geef je boodschap aan een medewerker en die bezorgt die boodschappen thuis.
En dan heb je nog één laatste soort consument. Hoor ik een beetje bij. Die gaat één keer per dag naar de supermarkt, koopt boodschappen, gaat thuis koken en de volgende dag rinse en repeat. Is ook geen probleem, want er zit een restaurant naast de winkel. Je geeft je boodschappen aan een kok, je scant je QR-code en je gerecht wordt gemaakt zoals jij dat wilt. Deze winkels kunnen geen winst draaien zonder het online stuk. Dus ze hebben een volle winkel nodig, plus de omzet van online, om key te draaien. Want deze winkels staan op superdure locaties, gewoon naast de Apple Store, naast de Nike Flagship Store, om overal in die grote steden goed te kunnen bezorgen. En zij zeggen bij Gumma ook, omnichannel is in Europa of in Amerika slechts een kanaalstrategie. Je voegt een kanaal toe. Zij zeggen daar, de klant is altijd online. Ook als hij thuis op de wc-pot zit te scrollen. Dus ga al je processen opnieuw inrichten om die altijd online klant te bedienen. Je hebt daar heel veel voorbeelden. Fysieke winkels met unlimited shelves, er ligt bijna geen voorraad meer. Je bestelt alles eigenlijk online. Die winkel is alleen maar een experience store geworden. Wordt allemaal gedreven eigenlijk door de visie van Jack Ma. Only when clicks and mortar work together, the digital economy can become the economy. Zij geloven niet dat online en offline los van elkaar moeten leven. Pas als online in offline ingaat, dan heb je een toekomstvaste scenario's. En ze doen het superleuk met de kleine ondernemers. Dus dit zijn, is een voorbeeld van een papa-mama winkel. Er zijn er miljoenen van. Deze winkeltjes zijn gezellig, zijn vaak een beetje smerig en ruiken wat, maar worden helaas ook als eerste uitgevaagd door het internet. Maar gelukkig werken die grote techbedrijven als Alibaba en JD eraan om dit soort bedrijven te helpen. Dus er komt geen iemand in je winkel die zegt, wil je meedoen in de digitale eeuw? Dan zeg je, ja is goed. Dan krijg je ook een leapfrog. Ineens ben je voorzien van de nieuwste inkoopsystemen, voorraadbeheersystemen, klantherkenningssystemen, betaalsystemen en je kan meedoen. En die Chinese platformen, die hebben nu het cirkeltje rond. Want online kunnen ze zien, hey, deze producten verkopen heel goed in jouw wijk. Beste winkelier, leg dit meer op voorraad. Maar andersom, als een consument door de straat heen loopt en die wil een product kopen en het ligt toevallig daar om de hoek, dan wordt die consument daarheen gestuurd. Dus ook hier is er geen verschil meer tussen online en offline. En die winkelier heeft weer kans om mee te kunnen doen. En dit is ook een beetje die trend in China. Omnichannel is daar echt omnichannel. En wat die bedrijven daar doen, dat is iets wat westerse techbedrijven heel jaloers op zijn. Het gaat niet meer om alleen die transactie maken, maar ook om het creëren van de vraag, het sturen van die klant om die vraag in te lossen, de transactie doen, het leveren en uiteindelijk ook weer het delen daarvan in één groot ecosysteem. Dus je ziet ook dat Tencent en Alibaba de enige van deze lijst zijn die alles kunnen. Dat is mijn laatste voorbeeld van hoe dat er dan uitziet. Dus je hebt MAC, lipstickfabrikant. Niet mijn categorie, maar wel een mooi voorbeeld. Zij wilden in China attractie krijgen. En ze zijn met Tencent gaan samenwerken. Tencent is het grootste gamingbedrijf ter wereld. Dat weten veel mensen niet. Tencent doet heel veel Chinese muziek. Grootste muzieklabel, grootste filmlabel en het grootste nieuwsblad van China. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst een van hun games, Kings of Glory, gepakt. En ze hebben alle poppetjes in het spel die make-up opgedaan van MAC. Alle jongens die het spel spelen, die weten daarna maar één make-up merk. Vervolgens hebben ze de grootste girlband, die onder Tencent's muzieklabel zit, Rock Girls 101, verkleed als die game characters. En daarmee concerten gedaan. Inmiddels bouw je data op wie in de game hebben geïnteract met het MAC-merk. Wie luistert die muziek? Vindt het interessant? En daarna kan je gaan converteren. Dus in de apps kunnen ze direct die producten kopen. In de winkels hebben ze die winkels omgebouwd in hetzelfde thema. En Tencent kan dus de vraag creëren, bepalen wat mensen willen gaan kopen en uiteindelijk ook gewoon voor zorgen dat het geleverd wordt. Dit is iets wat niet één bedrijf hier kan, maar eigenlijk iedereen heen wil. Dus welke drie dingen wil ik meegeven? Eerste, durf te leapfroggen. We zeggen je altijd,
Ja, maar hebben wij hier niet last van de wet van de remmende voorsprong? Nou, de Chinezen blijkbaar niet, want ze zijn van contant geld naar mobiel betalen gegaan. Dus ze hebben pasjes overgeslagen. En ze gaan nu naar betalen met gezicht. Dus zij laten zich ook niet tegenhouden door de wet van de remmende voorsprong. Tweede, laat je inspireren door die Chinese platformen. Hun definitie van een platform is veel breder dan wat wij denken. Wij zijn best wel geïsoleerd, best wel lekker aan het polderen, maar zij denken groter. En drie, omnichannel is daar realiteit. Zij hebben het niet meer over, moeten we offline naar online trekken? Ze hebben het daar ook echt over het herdefiniëren van retail. Dank jullie wel. Als jullie meer inzichten willen, volg mij op LinkedIn. Deel ik heel veel. Dank je wel. Met je tijd. Ik heb zelf eerst de vraag. Oh ja, mag, mijn hoofd gaat altijd extreem pijn doen als ik naar dit soort dingen kijk. Dat ik denk, inderdaad, in Nederland lopen we nog zo ver achter hierop. Als je er zo vanuit een Nederlands perspectief naar kijkt, dan denk je eigenlijk, hier hebben ze eigenlijk het hele internet alles al uitgespeeld. Dus er kan niks meer. Maar wat is daar nu de, blik op de toekomst, wat komt daar nog aan? Ja, dus metaverse is daar nu groot. Als je nu Tmall of Taobao opent, dan heb je allemaal rare gamification 3D-werelden waar merken weer hun dingen aan het promoten zijn. China is nu hard in aan het zetten op duurzaamheid. Dus je hebt puntenspaarprogramma's waarbij je een boompje laat groeien in de app en ze planten die boom daadwerkelijk. Dus Alibaba heeft nu 300 miljoen bomen even geplant in 5 jaar tijd voor de klanten. Dus nu zie je heel veel van dat soort elementen waar ze het volgende ding op gaan pakken. Dus duurzaamheid is daar groot in. Oké, cool. Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel meer vragen zijn. Ja, die achterin al in. Ik ga even lopen met de microfoon. Ik vroeg even naar de mail, maar als je kijkt. Als je kijkt natuurlijk naar WeChat, of tenminste de apps waarin echt alles kan. Wat is volgens jou de reden waarom dat bijvoorbeeld zo lang duurt bij WhatsApp? Waarom zijn zij niet in staat om bij wijze van spreken zo'n ecosysteem ook voor elkaar te boksen? Ik denk dat het grootste verschil is wat wij westerse bedrijven hebben, is dat we heel veel zelf willen doen. Want die Chinese bedrijven die hebben niet gezegd, we doen het zelf. Dus als je Alipay of WeChat Pay opent, dat zijn open programma's. Dus Uber en Didi hadden gewoon hun applicatie eraan gekoppeld. Dus alles is koppelbaar aan elkaar. Dus zij zetten alleen het stukje infrastructuur neer en iedereen mag eraan meedoen. En daar zijn ze heel goed in om dat te mobiliseren. Dus ja, gaat Facebook bijvoorbeeld toelaten dat YouTube eraan gekoppeld mag worden? Of dat soort rare scenario's? Dat kan daar wel. En zijn hier bedrijven open genoeg om dat ook te doen? Ja, oké. Helder, dank. Wat anders nog een vraag? Hiervoor. Ja, ik vroeg me af. Hier zitten we natuurlijk heel erg altijd met de privacybescherming in Nederland of in Europa. En ik vraag me af hoe dat in China is als je alles koppelt. Wij krijgen natuurlijk nu heel veel informatie van met TikTok gebeuren nu. Dus ik vroeg me even af hoe jij dat ziet of dat daar een link ligt met. Dit is een standaardvraag, dus hier heb ik antwoord op. Dus je hebt in China heb je de PIPL, dat is de GDPR van China. En je hebt daar hele grote, hele zware data security wetten. Dus de Chinese overheid zegt gewoon tegen bedrijven, je moet een security officer hebben. Dus ze hebben heel veel regels over hoe je security in moet richten. Dat hebben wij in de Europese Unie niet. Als hier een bedrijf een lek heeft, dan heeft hij gewoon een lek. Dus daar is China super streng op. Maar de overheid moet er altijd bij kunnen natuurlijk. En dan heb je die, maar goed, de Amerikaanse overheid kan het ook, maar ze zeggen het alleen niet. Alleen als je dus het leuke is, als je Alipay of WeChat Pay opent, je hebt daar heel snel een overzicht welke andere bedrijven heb jij toegang gegeven tot jouw data. En je kan het heel makkelijk intrekken. Probeer dat maar bij Facebook of Google te vinden. Welke bedrijven toegang hebben tot jouw data binnen Facebook? Dat lukt jou hier niet. Dus als consument is het daar veel makkelijker bewaken wie wat van jou mag zien. Dus dat is daar eigenlijk best wel goed geregeld. Je hebt altijd het maar van de overheid kan erbij. En nog grappiger, bijvoorbeeld je hebt hier die deelscooters en deelfietsen. Dan moet jij een account maken, een app downloaden, account maken, e-mail verifiëren, bankrekeningnummer verifiëren, foto van je rijbewijs sturen. Maar waarom zou Felix of Checkscooters mijn BSN-nummer moeten kunnen zien? Ze hoeven alleen te weten of ik een rijbewijs heb, ja of nee. En Alipay en WeChat zijn daar de eigenaren van. Dus het enige wat zij teruggeven aan zo'n deelfietsbedrijf is,
Ja, John heeft een rijbewijs. Je hoeft de rest niet te zien. Dus privacy is eigenlijk beter gewaarborgd. Want al die kleinere bedrijven die security minder op orde hebben, krijgen niet meer te zien dan nodig is. Dus dat is ook iets wat wij hier veel beter nog moeten gaan doen. Paul? Oké, ik zie geen vragen meer. Alvast een heel hartelijk applaus voor John. John is keynote speaker, dus mocht je nou denken, ik snap hier niks van en ik wil mijn baas hier ook nog meer mee vermoeien of verwarren, bedoel ik vooral, dan kun je hem ook boeken om nog veel meer van dit soort verhalen, voorbeelden, maar ook om inspiratiesessies te geven over ja, wat kunnen wij nou leren van het Oosten hier in het Westen. Dus nogmaals een hartelijk applaus, dankjewel. En jullie ook heel erg bedankt voor het komen. Ga vooral nog even een drankje doen. Schiet nog even een van de sprekers aan voordat ze weggaan. En tot de volgende editie. Dankjewel.